Een klassiek filosofische vraag is de vraag naar wat de mens tot mens maakt. Wat is de typisch menselijke eigenschap die de mens van de andere dieren onderscheidt? Een antwoord dat teruggaat tot de klassieke oudheid is dat de mens een rationeel dier is. We vinden in de Latijnse vertalingen van het werk van Aristoteles al dat we een animal rationale zijn, een met reden begiftigd dier. En in de universele verklaring van de rechten van de mens staat dat de mens begiftigd zijn met verstand. Het is dan ook niet verwonderlijk. Dat in de wetenschappelijke theorieën het rationaliteit is die centraal staat in het verklaren en voorspellen van menselijk gedrag. Het idee is dat als je de mens als rationeel beschouwt, de voorspellingen die je als wetenschapper doet over het gedrag van de mens uit zullen komen. In de economische wetenschappen is dat één van de elementen die in de kern zit van het heersende onderzoeksprogramma van de Homo economicus. Wetenschappers werken volgens de wetenschapsfilosoof Imre Lakatos met onderzoeksprogramma's. Dat zijn theoretische en methodologische gehelen. Zo'n onderzoeksprogramma heeft een harde kern met daarin beweringen over hoe de wereld in elkaar zit, die de wetenschappers niet zomaar op zullen geven. Daaromheen zit een beschermende gordel met beweringen waar de wetenschappers minder zeker van zijn en het niet heel erg vinden om die op te geven. Het komt erop neer dat als een bewering uit de harde kern onjuist blijkt, dat dan het onderzoeksprogramma ongeloofwaardig wordt. In het onderzoeksprogramma van de Homo Economicus zit in de harde kern de opvatting dat de mens een bijzonder rationeel wezen is. Deze opvatting gaat helemaal terug tot John Stuart Mill, die rationaliteit zag als de capaciteit om verschillende middelen die tot een bepaald doel leiden af te wegen en dan het beste middel te kiezen. Je zou kunnen zeggen dat de Homo Economicus een perfecte interne computer heeft. Een tweede bewering die in de harde kern van het onderzoeksprogramma van de Homo Economicus zit, is het idee dat de mens egoïstisch is? Volgens de Schotse filosoof Adam Smith is dat egoïsme de drijvende kracht achter samenwerking. Het is niet omdat de bakker hier zo graag wil voeden dat hij zijn broden bakt, maar omdat hij geld wil verdienen. Als iedereen nu uit eigen belang producten maakt die anderen willen kopen, dan werken we dus uiteindelijk samen. Naast dat de mens goed in staat is af te wegen wat de beste manier is om een bepaald doel te bereiken, en dat egoïstisch gedrag tot samenwerking leidt, zit er nog een derde element in de harde kern van dit onderzoeksprogramma. Dat is het idee dat preferenties, de voorkeuren, van mensen niet veranderen. Twee theorieën hebben dit onderzoeksprogramma uitgewerkt. De eerste is de rationele keuzetheorie. Volgens deze theorie is rationaliteit een eigenschap van een individu en kan je die rationaliteit dan ook begrijpen door naar één individu te kijken? We handelen volgens deze theorie rationeel als we weten wat ons doel is en we een idee hebben van welke handelingen tot dat doel kunnen leiden. We kiezen dan de handeling die het meest effectief is om dat doel te bereiken. Als je vanuit de economie naar dit idee van rationaliteit kijkt, dan zie je meteen dat dit niet erg bruikbaar is als het gaat om het voorspellen van menselijk gedrag in economische contexten, omdat er alleen gekeken wordt naar één individu. Maar wil je een economisch model hebben dat je voorspellingen oplevert met betrekking tot economische handelen? Dan zal je in je model andere mensen op moeten nemen. Dat is wat de speltheorie gedaan heeft. De speltheorie kan je dus zien als een voortzetting en aanpassing van het Homo Economicus onderzoeksprogramma. In de speltheorie worden sociale en economische problemen die mensen samen opdienen te lossen gemodelleerd door spelletjes. Een klassiek voorbeeld is het Prisoners Dilemma. Dit moet belasting betalen en andere sociale kwesties modelleren. Stel dat twee mannen gepakt worden, net nadat er ergens een bankoverval is gepleegd. Ze hebben wel wapens bij zich, maar geen geld. Ze worden apart ondervraagd en krijgen elk het volgende voorstel: we hebben geen bewijsmateriaal dat jullie de overval gepleegd hebben. Als jullie allebei zwijgen, dan krijgen jullie beide straf voor verboden wapenbezit en ga je allebei een jaar de cel in. Als één van jullie bekent dat jullie de overval gepleegd hebben, dan gaat diegene die bekent vrijuit. De ander zal tien jaar cel krijgen voor de overval. Als jullie allebei bekennen, dan gaan jullie allebei de cel in voor de overval, maar krijgen jullie allebei maar vijf jaar. Voor de meeste mensen is het duidelijk dat de oplossing van dit dilemma voor beide gevangenen moet zijn dat ze zwijgen. Dan krijgen ze beide één jaar gevangenisstraf. Maar is dat vanuit het perspectief dat het individu egoïstisch kiest, wel als rationeel te beschouwen? John Nash introduceerde het equilibrium de set van strategieën waarbij het voor geen van de spelers een voordeel op zal leveren om van strategie te wisselen. Dat is wat de spelers zullen of moeten spelen. In dit geval zijn er twee strategieën: zwijgen of bekennen. In het geval dat beide gevangenen zwijgen, dan is het voor één van de twee voordeliger om van strategie te wisselen en te bekennen, omdat hij dan van één jaar celstraf naar helemaal geen straf zal gaan. Allebei zwijgen is dus geen equilibrium. In het geval dat één gevangene zwijgt en de andere bekend, is het voor degene die zwijgt voordelig om van strategie te wisselen, omdat hij dan van tien jaar celstraf naar slechts vijf jaar afgaat. Ook dit is dus geen equilibrium. Omdat je als gevangene niet weet wat de strategie van de ander is, kan je dus altijd maar beter van strategie wisselen als je initiële idee was om de strategie van het zwijgen te spelen. Is dan de laatste situatie waarin beide de strategie bekennen, spelen een equilibrium. Ja, dat is het. In dat geval levert veranderen van strategie een nadeel op. Immers, indien beide bekennen, krijgen beide gevangenen vijf jaar celstraf. Als dan een van de twee van strategie wisselt, dan krijgt hij zelf tien jaar, terwijl degene die bekent dus vrijuitgaat. Allebei bekennen is dus wat de gevangenen zullen spelen. Het probleem met dit spel in de speltheorie is dat de uitkomst dus niet optimaal is. Het is veel beter voor iedereen. Als we daadwerkelijk samenwerken of in het geval van de gevangenen als ze beide zwijgen.